Ik ben voor mensen bezig die het dagelijks keihard nodig hebben. Ja. Gezinnen met kinderen die zelfs naar school gaan zonder ontbijt. Mensen die huilend hier naartoe komen. Fors gestegen energieprijzen, onbetaalbare boodschappen en een belachelijk hoge inflatie zorgen ervoor dat steeds meer mensen in de problemen komen en moeten aankloppen bij bijvoorbeeld de voedselbank. Met het initiatief Liefgebaar komen de radiopresentatoren van KRO NCRV op voor mensen in financiële nood. Hoe hoog kan de nood zijn en wat gebeurt er als je bijvoorbeeld moet aankloppen bij de voedselbank? En wat kun je daar dan verwachten? Ik ga langs bij de voedselbank Gooi en Omstreken. En daar word ik rondgeleid door Gert. En die laat me alles daar zien. Ja, Gert, laten we beginnen bij de vraag, waar zijn we nu? We zijn aan de energieweg nummer 33 tot 39 in de gemeente Huizen, waar de voedselbank Gooi en Omstreken gehuisvest is hier. Ja. En merken jullie dat, dat het aantal mensen dat van de voedselbank gebruik maakt, is dat aantal toegenomen? Zeker gezien de energiecrisis en de inflatie die dat tot gevolg had, hebben wij een enorme groei van ons klantenbestand gezien. Van een kleine 500 begin 2022 tot eind 2022 en 700 klanten. Dus een aanwas van zo'n kleine 50%. En nu je merkt dat het drukker wordt bij de voedselbank, kunnen jullie dat dan ook aan? Heb je genoeg? Dat is inderdaad een tandje bijzetten en daar doen we als volgt mee. We houden regelmatig ook acties in winkels, kerken en scholen. En die zien we echt als aanvulling van ons totaalpakket om te kunnen zorgen dat we een mooi pakket kunnen blijven leveren aan onze klanten. Wat hier staat is een pakket voor 2 personen, ja. Voor 3 dagen. Voor minimaal 3 dagen. Dus daar hoort ook dit nog bij? Toiletpapier zit daarbij? Ja, toiletpapier, alles. Wasproducten, koffie, thee, vlees, groenten. Dit is dus ook wisselend. Hè? De ene week geven we thee mee, de andere week geven we koffie mee. Maar de basisproducten zoals aardappelen, groenten en vlees zitten natuurlijk altijd bij. Ja. En pastasaus komt ook heel veel voor. Alle mensen hier, is dat allemaal vrijwillig of zijn er ook betaalde mensen? 0,0 betaald, heel Nederland. Dat zijn er 13.000? 1.500. 13.500, allemaal vrijwilligers? Allemaal vrijwillig. Je moet die mindset ook hebben als je hier komt werken. Ja. Ik ben voor mensen bezig die het dagelijks keihard nodig hebben. Ja. Gezinnen met kinderen die zelfs naar school gaan zonder mensen ontbijt. Mensen die huilend hier naartoe komen of ook, huilend weggaan, dat maken jullie allemaal mee? Dat maken wij inderdaad allemaal mee. Dus als er nu mensen kijken en die denken ik wil eigenlijk iets doen voor de voedselbank, ik heb het hartstikke goed, wat zouden die mensen kunnen doen? Mensen kunnen op verschillende manieren wat doen door voedsel te doneren. Als ze zelf boodschappen gekocht hebben, dat komt dagelijks hiervoor dat mensen met tassen met boodschappen aankomen. Ze kunnen geld doneren. Op onze website staat een QR-code, CQ, onze bankrekeningnummer. En ze kunnen natuurlijk ook de handjes uit de mouwen steken en zich aanmelden bij onze afdeling HRM om iets te doen als werknemer. Nou, het mogen duidelijk zijn, alle hulp is welkom. Doe net als de radiopresentatoren van KRO NCRV en meld je aan op onze site. Dat is kro-ncrv.nl/liefgebaar en laat daar zien welk liefgebaar jij hebt gedaan. Dank je wel alvast.